Na de situatie in Noord-Amerika en het ontstaan van de Verenigde Staten gaan we nu kijken naar de situatie in Frankrijk. Want die democratische revolutie in Noord-Amerika vormt een grote inspiratiebron voor veel Fransen. Want de situatie in Frankrijk in de 18e eeuw ja, die, dat is de situatie van het ancien regime. En dat is dus hoe Frankrijk in die tijd was ingericht. En dat was aan de ene kant een standensamenleving, waarbij er drie verschillende standen waren: de geestelijkheid, de adel, en de derde stand, de boeren en de burgers, die allemaal verschillende rechten en plichten hadden. Waarbij het erop neerkwam dat uh, de eerste en de tweede stand, wat echt maar een heel klein percentage van de totale bevolking was, dat die vooral rechten hadden, voorrechten hadden. En dat het overgrote deel van de bevolking tot de derde stand behoorde en die hadden vooral heel veel plichten. Maar die plichten zal ik zo nog even benoemen. Oké, okay, dus het Ancien Regime is een samenleving. Maar ook met een absolute vorst aan het hoofd. We hebben in een eerdere video al Lodewijk de XIV gezien. Nou, daar kwam Lodewijk de en Lodewijk de XVI kwam daar bijvoorbeeld achteraan. En er was dus geen inspraak vanuit de bevolking. Ja, en die ongelijkheid van die standensamenleving en die, die machtsverhoudingen in Frankrijk, die zorgen ervoor dat er steeds meer kritiek van verlichte denkers komt op dat ancien regime. He, dus dat, dat Locke en Rousseau met het sociaal contract komen, dat is niet gek, omdat ze dat dus in uh, Frankrijk heel sterk missen. Dat Montesquieu het heeft over de scheiding van de machten, is ook logisch, want in Frankrijk is alle macht verenigd in één persoon, die absolute vorst. Maar ook de ideeën van Adam Smith uh, over de vrije economie en de vrijhandel. Ja, daarbij heeft hij ook echt wel Frankrijk in zijn achterhoofd. Want daar is ook echt geen sprake van een vrije economie. En dat gaat volgens hem ten koste van de economie en de welvaart. Oké, okay, even naar de plichten en dus ook de ontevredenheid eigenlijk van die derde stand. Dat is een hele grote groep mensen. Zo'n 97% van de Franse bevolking behoorde tot die derde stand. En dat is dat ook een heel diverse groep. Uh, een hele grote groep zijn, uh, zijn de boeren. En waarom zijn zij ontevreden? Nee, de landbouwgrond die is niet eerlijk verdeeld. Zij vormen veruit de grootste groep in Frankrijk. Maar ook de kerk, de koning en de adel, die hebben grote stukken grond in bezit, waarop dan weer uh, die boeren moeten werken voor die adel bijvoorbeeld. En dan moeten ze dus ook allerlei herendiensten doen als dat dus uh, geen vrije boeren zijn. Nou, die zijn ook niet altijd eerlijk. Dat is een systeem dat stamt al uit de middeleeuwen. Daar willen ze zo snel mogelijk vanaf. In de rijke burgers, de bourgeoisie in de steden met name, die waren ook ontevreden. Want eh, die waren wel heel erg rijk en die zorgden dus ook voor heel veel welvaart, maar die hadden weinig invloed in het bestuur. En bovendien waren er allerlei gilderegels, ook weer afkomstig uit die middeleeuwen, die de economische vooruitgang tegenhielden. En daarnaast vonden ze het niet tof dat er geen vrijheid van meningsuiting was. Die arme burgers die hadden ook geen vrijheid van meningsuiting, hè, de arme burgers in de steden... En, maar die zagen dus ook dat ze moeilijk hogerop konden komen door die gilde regels. Nou, dus hier zie je voor de verschillende groepen specifieke klachten staan. Maar er waren ook een aantal algemene redenen voor ontevredenheid binnen die derde stand. Uh, namelijk het feit dat die eerste en die tweede stand niet of nauwelijks belasting moesten betalen. En het feit dat uh, de rechtspraak oneerlijk was. Er werden andere straffen uitgedeeld voor iemand uit de derde stand, dan bijvoorbeeld voor iemand uit de eerste of de tweede stand. Nou, dat kon niet. En je ziet dat onder invloed van die ideeën van die verlichting, dat er ook mensen uit de eerste en de tweede stand zijn die zich achter die klachten van die derde stand gaan scharen. En uiteindelijk zal dat leiden tot de Franse Revolutie. Daar gaan we in de volgende video naar kijken.